En wat kom je doen vandaag? Voetballen! De 5-jarige Luciano steelt vandaag de show. De jonge Velsenaar stapte tijdens de open dag bij voetbalclub Waterloo als eerste het veld op en als laatste er weer vanaf. Ja, prachtig. Helemaal geweldig. Ja, ja, het is ons pleegkind en die heeft ook een beperking. Hij heeft beenlengteverschil en hij doet zijn best om vooruit te komen en hij doet hartstikke goed. Wil ik hier de hele tijd voetballen? De open dag voor het G-voetbal is tegelijkertijd ook uit nood geboren. Met nog slechts 8 spelers in de gelederen staat de toekomst op losse schroeven. Aanvoerder en aanjager Bjorn had vandaag ook op meer belangstelling gehoopt. Dus kom naar Waterloo als je echt zin hebt. Of even een balletje te trappen. Lekker even een praatje maken om het G-voetbal te steunen. Wethouder van de gemeente Velsen Marianne Stijn had lovende woorden voor de inzet van de club. Ook deed ze de suggestie om de samenwerking met andere verenigingen op te zoeken. Met Luciano als middelpunt is de dag hoe dan ook een succes te noemen. Je geniet ervan. Hij kan lekker voetballen. Wat wil je nog meer? Je geniet ervan. Ook al kan hij niet heel goed voetballen, maakt echt niet uit. En dat is de belangrijkste. En de rest telt eigenlijk niet. Als die maar geniet van. En hij heeft nu al de dag van zijn leven. Dus nou, wat wil je nog meer? Ja. Waar kan je nou het meest van genieten? Hier. Ja? Ja, hier. Dus we zien jou hier terug op dit veld? Ja. Veel plezier. Dank je.